Mapping is een van de toepassingen waar drones veel voor worden ingezet. En voor mapping zijn er eigenlijk twee dingen die je graag wil hebben. Uiteraard een goede camera met het liefst een mechanische sluiter. En daarnaast een RTK-GPS-systeem voor de nauwkeurigheid. Er zijn er al enkele toestellen die daaraan voldoen. Denk onder andere aan de Phantom 4 RTK en natuurlijk de M210 RTK met de X7-camera. Maar sinds de M300 uit is, het grote broertje van de M210, was een opvolger in de vorm van een grote broertje op cameravlak natuurlijk ook meer dan welkom. En daar is de Zenmuse P1. Die hebben we vandaag binnengekregen, dus we gaan eens even kijken hoe dat eruit ziet en hoe die camera zich verhoudt tot bijvoorbeeld de X7. Nou, hij wordt geleverd in zo'nzelfde koffer als dat we gewend zijn van de H20 en de H20T. Dus een mooi stevig koffertje waar de camera in het schuim in zit. Nou, je hebt natuurlijk de camera zelf. Er zit hier een waarschuwingssticker over hoe je de lens los en vast moet doen. De twee doppen voor als je de lens en de body van elkaar scheidt. Een klein microvezeldoekje om de lens schoon te maken. En de boekjes die standaard bij vrijwel elk DJI product zitten. Nou, we halen de camera er eventjes uit. Koffertje even aan de kant. En het eerste wat eigenlijk opvalt op het moment dat je die P1 camera uitpakt, is dat het een gigantisch grote camera is. Als je het vergelijkt met een X7 bijvoorbeeld, dan zie je gewoon dat de hele behuizing aan de achterkant, maar ook de gimbal, echt gewoon een serieus stuk groter is. Ik zal de X7 er even bij pakken ter vergelijking. En als je dan die bodies zo van boven bekijkt, dan is het wel duidelijk dat die X7 toch een wel een stukje kleinere body is dan die P1 camera. En dat is ook niet zo gek, want de chip en de megapixels die erin zitten zijn gewoon simpelweg een stuk groter. Dit was een Super 35 sensor, dit is een full frame sensor en dat maakt natuurlijk wel een groot verschil. Nou, die P1 die heeft ook een hogere megapixel. P1 heeft 45 megapixel en is daarmee echt gemaakt voor hoge resolutie mapping. Aan de achterkant vind je een USB-C aansluiting en het SD-kaartslot. Die zit hier onder een rubber kapje afgewerkt. En aan de voorkant zit uiteraard de lens met bovenin een knopje om de lens los te maken zodat je hem kunt wisselen. Die lenzen lijken enorm op de lenzen die op een X7 zitten, maar het zijn niet dezelfde lenzen. Ze passen qua mount wel, alleen de lenzen voor de P1 dat zijn DJI Enterprise lenzen. En die Enterprise lenzen hebben een extra kalibratie erin zitten voor de fotogrammetrie. Dat betekent in principe dat een X7 lens wel zou moeten werken, maar dat die dus puur werkt voor basisfotografie en niet werkt voor de mapping functies van deze camera, omdat die lenzen niet gekalibreerd zijn. Hij wordt geleverd met een 35 mm lens en er komen optioneel ook nog een 24 en een 50 mm lens voor beschikbaar. Nou, je ziet verder ook, en dat heeft natuurlijk te maken met het formaat van die body, dat ook de gimbal eromheen gewoon een flink stuk forser is op het moment dat je dat vergelijkt met de X7 camera. En dat ook qua diepte en dingen het echt een serieus grotere camera is. Maar goed, dat is ook logisch als een grote broertje natuurlijk in die rij. Nou, onder de M300 misstaat dat dan aan de andere kant ook weer zeker niet. Want de M300 is natuurlijk een mooie grote platform. En als je hem daaronder hangt, dan is die camera eigenlijk volledig in verhouding. Dus wat dat betreft is het zeker geen gekke maat en voldoet die prachtig zo onder een M300. Nou, verder zitten er de functies in die je eigenlijk wel gewend bent van DJI, van de mapping en RTK toestellen. Net als bij de X7 zit er TimeSync in, weliswaar dit keer TimeSync 2.0. En wat TimeSync doet, dat heeft ze ook voor de mapping en voor de nauwkeurigheid, is dat hij de stand van de camera en alles gebruikt om de locatie van die chip helemaal terug te rekenen. Je hebt natuurlijk je RTK-systeem op het toestel zitten. Die zitten op de antennes achterop. En daarmee heb je natuurlijk op het moment dat je met een N-trip vliegt een nauwkeurige RTK-GPS-locatie van het toestel. Alleen wat je uiteindelijk voor de nauwkeurigheid wil weten is waar die foto nou uiteindelijk gemaakt is. En dat is en blijft op het midden van die chip. Nou, wat doen ze met TimeSync? Met TimeSync kijken ze naar de stand van het toestel, de stand en de data uit de gimbal. En op die manier rekenen ze die GPS-locatie helemaal terug naar het exacte midden van die chip. Want dat is de plek waar die foto gemaakt wordt. En die locatie die wordt als GPS-locatie opgeslagen. En dat helpt dus een heel stuk in de nauwkeurigheid. En ook dat er geen achteraf rekenmodule nodig is om die locatie daarin terug te rekenen. Nou, wat daarnaast ten opzichte van de andere camera's belangrijk is voor mapping en wat dus ook in deze P1 zit, is de snelheid waarmee die foto's kan maken.
De P1 kan elke 0,7 seconden een foto maken, waarbij je dus in mapping missies ook sneller kunt vliegen, omdat je simpelweg sneller achter elkaar foto's kunt maken. En dat zorgt ervoor dat je missies in totaliteit gewoon sneller gevlogen kunnen worden en daardoor sneller uitgevoerd kunnen worden. Als laatste wat bijzonder is aan die P1 is de Smart Oblique Function. Voor de mensen die niet weten wat obliek is, met obliek missies maak je niet alleen een mapping missie door bijvoorbeeld recht eroverheen te vliegen met de camera recht naar beneden, maar zorg je ervoor dat je foto's vanuit verschillende hoeken hebt. Dat zit bijvoorbeeld in een Fender 4 RTK al in de obliek stand en wat die dan doet is eigenlijk 5 verschillende waypoint missies vliegen, waarbij die 1 keer recht over bijvoorbeeld een gebouw vliegt. En vervolgens aan alle 4 de zijkanten met de camera naar het object toe. Dus 1 keer aan de zijkant, aan de achterkant, aan de andere zijkant en aan de voorkant. Om op die manier vanaf alle kanten dat object goed vast te leggen, ook schuin onder een hoek. Wat deze oblique functie in Smart Oblique nu doet, is dat hij niet alleen de gewone oblique kan, waarbij dus inderdaad van alle kanten op een object gaat. Maar stel dat je een groot terrein hebt, bijvoorbeeld een vakantiepark met allemaal huisjes waar je dus ook wel deels oblique zou willen doen, maar waar het niet om één specifiek object gaat. Dan kan hij Smart Oblique doen. En wat hij dan doet, is dat hij tijdens het vliegen niet alleen bijvoorbeeld recht naar beneden kijkt en zo zijn missie vliegt, of bijvoorbeeld onder een hoek. Maar dat hij tijdens het vliegen zijn camera steeds aanpast. Dus hij vliegt bijvoorbeeld zo, maakt een foto en terwijl het toestel langs de vloer vliegt, zet hij zijn camera schuin naar de zijkant om naar die kant een foto te maken. Schuin naar de andere kant om naar die kant een foto te maken. Schuin naar achter om naar die kant een foto te maken. En zo maakt hij tijdens die vlucht die oblique foto's vanuit verschillende hoeken. En terwijl hij gewoon zijn waypoint missie aan het vliegen is. En zo kun je dus eigenlijk een gewone mapping missie combineren met obliek. En dat alles toch in 1 vlucht uitvoeren. Dus dat zorgt ervoor dat zeker als je een gebied hebt met veel hoogteverschil. Zoals bijvoorbeeld met gebouwen of dingen. Dat je veel makkelijker en sneller zo'n gebied goed in kaart krijgt. Nou, we hebben de eerste P1's dus binnen. Die worden uitgeleverd en die gaan we ook gebruiken om een paar testjes mee te doen. Dus mocht je nou meer informatie over deze camera willen hebben, hou dan even onze website in de gaten. Daar gaan we ook snel een dataset van deze camera opzetten. En mocht je nou meer willen weten over deze camera of vragen erover hebben, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of neem even contact met ons op.